Hoi groep 7 en hoi groep 8. Het is vrijdag 22 januari en jullie weten dat jullie op vrijdag de begrijp het leesinstructie van mij krijgen en dat we die samen doen. We gaan vandaag voor de tweede keer aan de slag met nieuwsbegrip en die tekst mag je er dus bij pakken. Vorige week vrijdag zijn we aan de slag gegaan met 40 jaar NOS Jeugdjournaal en voor deze week hebben we een tekst over wat kan geruis uit de ruimte ons vertellen. Pak die er maar even bij. Zo, nou, het is een tekst van december 2020 en we gaan daar vandaag mee aan de slag. Je hebt de tekst van niveau C gekregen en ik ga je dadelijk vragen om daar een schema van te maken. Aan de ene kant schrijf je de bekende informatie en aan de andere kant schrijf je daar de nieuwe informatie. Zo maak je eigenlijk voor jezelf een soort van samenvatting. Dus, als ik dan even een schema ga weergeven. En mijn schema wordt natuurlijk ietsje kleiner. Jullie maken dat op een lijntjesblad. En je zorgt dat je netjes een leesblad schrijft. Ik schrijf aan de ene kant bekende info. En daar heb je eigenlijk het hele blad voor nodig. Want je gaat korte zinnen schrijven. En aan de andere kant schrijf je de nieuwe info. Let op. Ik ga namelijk eerst de tekst met jullie lezen. Dus ik lees hem een keer voor. En het is handig dat je dan even terugspoelt, want de eerste keer luister je alleen en de tweede keer lees je met mij mee. Of je doet het andersom, je leest de eerste keer met mij mee, zodat je hebt geoefend met het technische stukje, technisch lezen. De tweede keer spoel je me terug en mag je tijdens het lezen mij op pauze zetten en dan steeds het schema invullen. Dan mag je dat tegelijkertijd doen. Of je luistert natuurlijk eerst een keer, dan lees je een keer met mij mee en de derde keer luister je niet meer, maar ga je alleen de tekst lezen en vul je dan het schema in. Daar heb je dus een keuze in hoe je dat aanpakt. Oké, daar gaan we. Wat kan geruis uit de ruimte ons vertellen? Voor het eerst heeft de mensheid resten van een verre planetoïde in bezit. Met de ruimtesonde Hayabusa 2, slechtvalk 2, zijn brokjes opgehaald van de planetoïde Ryugu, na een knappe reis van vele miljarden kilometers. De capsule landde op 6 december op aarde, in de woestenij van Woomera in Australië. Trappelen. De belangstelling die astronomen hebben voor grote steenklompen die door de ruimte zweven, heeft alles te maken met de ideeën die ze hebben over het ontstaan van ons zonnestelsel. De theorie is dat ons zonnestelsel ontstond uit een gloeiende, hete, wervelende massa, waarin bolletjes gesmolten gesteente rondzweefden. Zo vat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA het kort samen. Een deel van het gesmolten gesteente klonterde na verloop van tijd samen tot de planeten en de manen van ons zonnestelsel. Zo is de gedachte. Fragmenten van het gesteente bleven echter op zichzelf rondzweven en stolden tot wat we nu planetoïden noemen. Die planetoïden zouden sinds het begin van het zonnestelsel nauwelijks zijn veranderd, in tegenstelling tot de planeten en de manen. Wetenschappers staan nu te trappelen om de resten te onderzoeken. Zij hopen met de brokstukjes meer te weten te komen over het ontstaan van het heelal, in het bijzonder ons zonnestelsel, 4,6 miljard jaar geleden. Planetoïden als Ryugu, die in een baan om de zon draaien, behoren immers tot de oudste bouwstenen van het zonnestelsel. Als zij ook organisch materiaal en water bevatten, helpt dat het onderzoek naar het ontstaan van leven op aarde. Bij het ontstaan van de aarde was er waarschijnlijk geen water op onze planeet. Astronomen gaan ervan uit dat toen de aarde eenmaal was afgekoeld, ruimtebrokstukken als Ryugu met hun inslagen het organisch materiaal en water op aarde brachten, zodat leven kon ontstaan. Hey, dat is wel heel interessant. Twee keer. De reis van de Hayabusa 2 is een project van de Japanse ruimteorganisatie JAXA. De relatief kleine planetoïde Ryugu werd ontdekt in 1999 en beschrijft een baan die dicht bij die van de aarde ligt, zo'n 300 miljoen kilometer. Nou, dan zou je denken dicht bij de aarde, dat is nog heel ver weg. Maar toch is het best dichtbij. In 2006 besloot JAXA er een ruimtesonde naartoe te sturen. In december 2014 ging de missie van start met de lancering van de Hayabusa 2. Na een reis van 3,5 jaar bereikte de satelliet zijn doel. De Hayabusa 2 cirkelde eerst 1,5 jaar in een baan om de planetoïde, fotografeerde hem van alle kanten en verrichtte er allerlei metingen aan. Daarna daalde de sonde twee keer af naar het oppervlak van Ryugu om bodemmateriaal te verzamelen. De eerste bemonstering in februari 2019
was vrij recht toe recht aan. Afdalen naar het oppervlak, bodemmateriaal oppikken en weer opstijgen. De tweede monstername, in juli 2019, had meer voeten in de aarde. De Japanners wilden namelijk graag materiaal verzamelen dat zich onder het oppervlak bevond. Waarom? Dat had alles te maken met de zoektocht naar water. Ga ik naar de achterkant. Nu zou het kunnen dat de buitenkant van de planetoïde uitgedroogd of vervuild is, doordat de steenklomp al sinds het ontstaan van het heelal blootgesteld is geweest aan invloeden van buitenaf. Maar diepere bodemlagen zouden beter de oorspronkelijke samenstelling hebben behouden. Om het gesteente onder het oppervlak bloot te leggen, vuurde de sonde een projectiel af op Ryugu. Dat sloeg een diepe krater in de planetoïde, waarna de Hayabusa 2 kon afdalen in de krater en een tweede monster kon nemen van bodemmateriaal dat niet eerder aan de ruimte was blootgesteld. Nieuwe reis. Vorig jaar november zette de satelliet weer koers richting de aarde. Eenmaal daar gearriveerd moest er, om de landing van de capsule te volbrengen, een uiterst complexe manoeuvre worden uitgevoerd. De Hayabusa 2-sonde bracht hem terug tot 220.000 km van de aarde. Om bij het binnendringen van de aardatmosfeer door de luchtwrijving niet te verbranden, was de capsule voorzien van een speciaal hitteschild. Op 10 km hoogte ging een parachute open en zond de capsule een signaal uit. Medewerkers van JAXA, die hulp kregen van Australische collega's, vlogen daarna met een helikopter naar de plek waar de capsule terecht was gekomen. Met het droppen van de capsule met de beide bodemmonsters boven Australië op 6 december is het niet over en uit voor de Hayabusa 2. Eind september maakte JAXA bekend de missie te verlengen, met als volgende eindbestemming planetoïde 1998 KI-26. Dat doel zou de sonde in 2031 moeten bereiken. De Hayabusa 2 heeft dus nog een lange reis voor de boeg. 1/10 gram. Hoeveel materiaal er door de Hayabusa 2 is opgehaald is nog onduidelijk. Maar we hebben niet veel nodig, liet Makoto Yoshikawa, de vluchtleider van de missie, weten. 1/10 gram zou al genoeg zijn. De wetenschappers van JAXA zijn dus met name benieuwd naar het tweede monster. Dat is immers miljarden jaren lang onaangetast gebleven door kosmische straling of andere verstorende processen en kan ons een hoop leren over de oorsprong van het zonnestelsel. Ook werpt het mogelijk licht op de vraag waar het organisch materiaal op aarde vandaan is gekomen. Dit materiaal was immers cruciaal voor het ontstaan van leven. Wetenschappers vermoeden dat het via planetoïde inslagen op onze planeet is terechtgekomen. Zo kan een steenklomp in de ruimte ons heel veel leren. Ja, dat was hem. En ik merk nu dat het echt wel een pittige tekst is. Want het is nogal wat. En ik snap, als ik dit nu zou gaan maken, zou ik heel veel nieuwe informatie hebben. Maar misschien zijn er toch ook wel dingen die je wel weet. Ik denk dus dat het lijstje van nieuwe dingen langer is dan het lijstje van bekende informatie. Want het is niet een tekst die heel veel informatie bevat die ik tenminste al weet. Misschien is dat bij jullie anders, maar ik denk het niet. Bij een enkeling misschien wel. Wat spreken we dus af? Ik maak het schema even de korte versie, want je gaat namelijk belangrijke woorden aanstrepen in de tekst. En dan ga je maximaal 10 dingen opschrijven. Niet meer. Het mogen er dus aan die kant wel minder zijn, maar aan die kant worden het er zeker 10. Dan hebben we een beetje verminderd. Dan is de opdracht voor vandaag voor begrijpen lezen. Je hoeft dus voor mij niet de hele tekst te doen, maar je kiest 10 belangrijke dingen uit en die schrijf je in een korte zin op bij nieuwe informatie. En je gaat ook op zoek naar de bekende dingen. Je streept natuurlijk in de tekst ook de belangrijke woorden aan. Misschien vind je zelfs een filmpje over deze tekst en die kun je natuurlijk opzoeken op schooltv.nl. Bij schooltv.nl kun je misschien wel deze naam intoetsen en dan krijg je een interessant filmpje over dit onderwerp. Dat is een goede tip. Nou, dat is voor ons voor vandaag de instructie van begrijp het lezen. Zorg ervoor dat je vandaag ook nog even gaat stillezen, 10 tot 15 minuutjes. En als je nog heel veel zin hebt, mag je ook nog aan de slag met tempo lezen. Maandag moet het weer, vandaag mag je van mij kiezen. Nou, dan hebben wij geoefend met het lezen van een tekst die best wel pittig was. Je hebt daar technisch gezien goed mee geoefend. Dit kun je natuurlijk altijd nog een keer extra doen door het filmpje terug te spoelen. En je bent aan de slag met het opschrijven van oude en bekende informatie. Nou, heel interessant. Volgende week heb ik weer een cursus over doorlezen de wereld ontmoeten. Dan heb ik ook weer een afspraak en kan ik mijn vragen stellen, want dat is natuurlijk wat we hier doen. En dan hoop ik dat ik weer nieuwe werkvormen krijg waar we dan samen mee aan de slag kunnen.
Voorlopig nog even via de film, maar hopelijk heel snel weer samen in de klas. Dan ben ik klaar voor vandaag en ik ga jullie een heel fijn weekend wensen. En we spreken ons maandag weer met nieuwe instructies, want de scholensluiting gaat helaas nog even duren. Dankjewel voor jullie aandacht, een heel fijn weekend, groetjes thuis en tot volgende week. Doei!